ben Karen Hellemans, hoofdredactrice van Libelle. Elke dag komen er op onze redactie verhalen binnen. Verhalen die ontroeren en beroeren. Van echte vrouwen die geconfronteerd worden met het leven. Jos was een gamer. Nou, en als ik hem dan bezig zag, dan kreeg ik altijd zo'n glimlach. De pijn steekt je niet weg, hè. Oftewel laat ik mij gaan, stop ik mij alles, oftewel haak ervoor. Iedereen die iemand van dichtbij is verloren, zal het herkennen. Een leegte die plots deel uitmaakt van je leven en nooit meer helemaal weggaat. Een leegte die met feestdagen nog aanweziger is dan anders. Net in deze periode, te midden van al dat feestgedruis, is het extra belangrijk om mooie herinneringen op te halen. Om de gemiste persoon een plaats te geven aan de feesttafel. Redactrice Caroline sprak met Katlijn, die in april dit jaar afscheid nam van haar man Josse, haar soulmate voor meer dan 43 jaar. Welkom bij de kersteditie van Mijn Verhaal, de lege stoel aan tafel. Dank Molleke, een rare dromen had en er niet goed van geweest. Je was terug, je was niet weg. Je bent naar huis gekomen, je stond naast mij. Was het maar waar. Ik wil er geld voor geven om je nog eens vast te pakken, dicht bij jou te zijn. Ik zie je graag. Zo vreemd, zo raar. En ik zag hem, hè. Ik zag hem naast mij staan. En ik ben iemand die misschien wel droma nooit weet. Voor mij zit Katlijn, 61 jaar. Sinds de dood van haar man in april schrijft ze hem elke avond een brief. Over het werk van hun zoon Tom, de zotte uitspraken van kleindochter Rosalie, een bange droom of iets wat haar die dag heeft geraakt. 43 jaar lang was Josse de man van haar leven. En als je zo lang lief en leed hebt gedeeld, stop je daar niet zomaar mee. Hoe zei ze twee handen op één buik? Wel, we waren twee handen op één buik. We waren altijd samen. We hadden genoeg aan elkaar. Dus ja, als wij op vakantie gingen, wij waren echt met ons z'n tweeën, maar eigenlijk het gesprek viel nooit stil. Dus wij waren altijd aan het praten, ja, altijd. Allee, ja, ik kan dat niet uitleggen. Die klik was er en die klik is eigenlijk nooit meer weggegaan. Waar Katlijn was, was Josse en omgekeerd. Al vonden ze het belangrijk om ook elk hun eigen hobby's te hebben. Jos was een fietser, ik niet. Dus dat was echt zoiets van, allee. Ik heb het geprobeerd. Hij zou dat heel graag gehad hebben. Ik heb het geprobeerd, maar dat ging gewoon weg. Niet na 5 kilometer, dan ging mijn tong tussen mijn wielen en dat ging gewoon weg niet. Maar ik was dan een wandelaar en dan hebben we daar echt een compromis in gevonden. Jos was ook een gamer. Maar, koers met auto's, racen. En dan, als ik hem dan bezig zag, dat was boven op de kamer, deed hij mij. En als ik hem dan bezig zag, dan kreeg ik altijd zo'n glimlach, dat hij daar echt op gefocust was. Hij reed tegen anderen. Want onze zoon heeft het over laatst nog gezegd van, zouden ze eigenlijk geweten hebben dat dat iemand was die in de 60 was? Dus echt, ja, ik ging daar enorm in op. Zijn toestel. Dus hier speelde hij. En hier. Dus hij hield er allemaal bij. Tijden denk ik dat hij meer één heeft. En je kunt het zien. Dus echt, dat was iets. Kijk. En daar kon hij me echt mee amuseren. Hè. Dus dat was zijn plaatsje. Dus en hier sliep hem dan ook in het laatste. Maar zijn bril ligt er nog. Zijn schoenen staan er nog. Dus ja, dus, echt nog aanwezig. Misschien wel de mooiste herinneringen koestert Katlijn aan hun reizen naar Zuid-Frankrijk. Samen wandelen langs de kustlijn, over de Corniche. Gezellig samen tafelen of Josse bevoorraden bij zijn beklimming van de Mont Ventoux.
Maar liefst 23 keer trekken ze samen naar hun plekje aan de Côte d'Azur. En hun vakantie begint altijd op dezelfde manier. Dus voordat wij, als wij van de autostrade reden, dan moesten wij nog zo door het gebergte. En dan zetten wij ons altijd opzij. Dat was zo'n klein parkingske. Hier wegrijden. En voor Jos begon de vakantie. Bij mij begon mijn vakantie als we daar op die parking stonden en als we dat laatste deel deden. Nog eens drinken, nog eens, als we nog een lange broek aan hadden, meestal dan een korte broek aan om dat warm, want we reden 's nachts heen. Omdat het dan al warmer was, dan was het ramen open en dan was dat keihard Lola van de Kings. Lola, Lola. In 2016, tijdens een van die reizen naar Frankrijk, duiken de eerste tekenen van Josse's ziekte op. Josse, zijn gezicht is grauw en hij is snel moe. En Katlijn weet, hier zit iets niet goed. Dus we waren in juni op reis geweest en wat dat voor Jos niet normaal was, hij was moe. En alleen dat hij regelmatig na de middag even ging rusten. En we zijn teruggekomen van vakantie, dus dat moet eind juni geweest zijn. Hij is bij een dokter geweest en hij had keelpijn. Hebben ze een foto genomen van zijn longen. Maar dan verder gaan zoeken. En het was eind, iets rond 20, 22 augustus denk ik, dat hij naar Aalst moeten gaan is door de huisdokter bij een interniste. En dat was een hele warme dag. En hij was naar de ronde van Spanje aan het kijken. Als een telefoon gaat, dat we dringend moesten teruggaan. En dan hebben wij al een eerste verdict gekregen van, het ziet er longkanker uit. Maar er moesten verdere onderzoeken gebeuren. Ja, dan krijg je zo wel een eerste klopje. Maar dan denk je, oké, longkanker, er kan iets aan gedaan worden. Denk je nog altijd, allee, op dat moment. En dan 1 september hebben wij echt de definitieve dingen gekregen. Dus longkanker met uitzaaiingen in het bot. 3 tot 6 maanden. En dan sta je weer stil. Op dat moment was Jos 58. Wat het er ook bij was, dus 1 september die een uitslag. En 16 september is ons Rosalie geboren. Kleindochter van onze zoon. En dat is zo... Je moet blij zijn, maar je kunt niet blij zijn. Dat is heel... dat doet zoiets raars met een mens. Hè. Dus eigenlijk zei je, je eerste kleinkind is daar. Ja, onze zoon is er nu 39, dus wij hebben er lang moeten op wachten. En allee... Het doet zoiets van, oh, we worden grootouder. Maar langs de andere kant was dat verdriet van Jos ook zo groot. Maar dan hebben wij de knop omgedraaid en dan hebben wij gezegd, we moeten er volop voor gaan. Hè. Als Josse in aanmerking komt voor een bepaald soort medicatie dat de kanker tijdelijk stil kan leggen, twijfelen ze geen moment. Ze starten de behandeling op die zijn leven nog aanzienlijk zal verlengen. Eind november is hij begonnen met die pil te nemen. En... Ja, dan, wij hebben eigenlijk de knop omgedraaid en we hebben genoten. En op sommige momenten, denk ik, vergatten we dat gewoon. Dat er was. Ik denk dat hij 4,5 jaar dat hij geleefd heeft, dat hij een jaar bijgekregen heeft door zijn vechtlust. Denk ik persoonlijk. Want hij had het veel sneller kunnen opgeven. Zelfs als hij doodmoe was, toch verder doen. Echt vechten, daartegen vechten, hem niet laten gaan. Helaas wordt vechten een deel van hun dagelijkse realiteit. Het maakt een diepe indruk op kleindochter Rosalie, een kleuter die net leert dat vechten niet mag. Op een bepaald moment zei ze bij mij in de auto, Pippi moet stoppen met vechten. Maar Jos was er dan nog. Ik zeg, maar Rosalie, wat zegt jij nu? En dan heeft onze zoon gezegd, van kijk, Pippi vecht tegen een stout beestje. Maar bij haar vechten... Ja, vechten mocht je niet doen. En zo opeens zei ze, maar Pippi mag niet vechten. Hè? Dus voor haar, het woord vechten was een verkeerd woord.
En nu natuurlijk, nu vraagt ze waarom is Pepe gestopt met vechten, hè? Want het blijft niet goed gaan. Josse botst op zijn grenzen. De medicatie is uitgewerkt en er zijn uitzaaiingen in het bot. Hoewel hij in aanmerking komt voor een nieuwe behandeling, gaat Josse zienderogen achteruit. Het stappen ging veel moeilijker. Hij was ook heel snel moe. En ja, de pijn stijgt je niet weg. Hè. Stilaan merkt Katlijn dat Josse haar voorbereidt op het einde. Ik moet zeggen, computergewijs ben ik een... Allee, ja. Als dat marcheert, is allemaal goed, maar als daar iets mis aan is, dan is dat niet goed. Hè. Dus dan raak ik in paniek. En Jos deed de betalingen. Jos deed alles van die dingen. En dan dat hem zo stilletjes aan toch begon van... Zullen we dat niet beginnen leren? Gaan we dat eens niet op papier zetten? Dat je dat toch zelf kunt? En zo voelde ik wel dat hij stilletjes aan... voelde dat het naar het einde ging. Daarover praten is moeilijk. Of toch in het begin. Tot iemand van de dienst palliatieve zorg hen op het hart drukt dat ze het onderwerp niet moeten ontlopen om elkaar te sparen. Dat het net belangrijk is om ook hun angsten en verdriet met elkaar te delen. En ik denk dat dat op dat moment ons wel... nog dichter bij elkaar gebracht heeft. Omdat we dan ook ons verdriet niet meer wegstaken. En dan echt ook als we zin hadden om te wenen, dan kropen we bij elkaar en dan weenden we. En dat heeft ons wel heel goed gedaan op het laatste. Dus wij sliepen niet meer bij elkaar. Gewoon omdat hij kon nachten zijn dat hij 3 uur sliep. Maar ja, ik moest nog gaan werken, hè. Dat was gewoon van de pijn, omdat hij me niet kon liggen. Maar we gingen altijd samen gaan slapen. En dan kroop ik bij hem even. En dan dikwijls, op dat moment werd daarover gepraat. Zijn woorden waren altijd van, ik ben er niet meer, maar jij bent er nog. En je moet er nog zijn voor Rosalie, voor Tom. Je mag niet opgeven. En je mag je niet opsluiten, je moet gewoon verder gaan. En daarop heeft hij ook gezegd van, kijk, moest het nu omgekeerd zijn, ik zou mij ook niet opsluiten. Ik zou blijven op vakantie gaan. En je moet voortdoen gelijk dat wij bezig waren. Ik moet eerlijk zijn, ik heb momenten gehad dat ik zei van, ik wil niet meer verder. Als jij er niet meer bent, dan wil ik gewoon niet meer verder. En dan waren dat momenten dat hij zei dat ik dat wel moest doen. En dat ik dat echt moest beloven om ja, op mij op te laaien en om verder te gaan. Hoewel het al een tijdje niet goed gaat met Josse, komt het afscheid toch onverwacht. Want zelfs de week van zijn overlijden doet Josse er nog alles aan om zo goed mogelijk te functioneren. Josse was iemand die heel graag kookte. Heel, heel graag. Die probeerde alles. Die durfde. Die riskeerde hem iets. Ja, meestal kwam dat goed. En dat was ook zijn grote... Allee, ik mocht hem dat niet afpakken. Hij is dus... Allee, hij is een donderdag gestorven en de maandag namiddag heeft hij nog gekookt. Hè? Maar hij had wel een stoel nu. Dus dat hij eigenlijk kon zitten. Terwijl dat hij kookte. Hè? Die maandag heeft hij nog kip gemaakt. Het hangt nog op. Het hangt er nog en ik laat het hangen. Kip. Kip met appelmoes en aardappelen. En de zondag varkenswangetjes met wortelen en ajuin. Dat gaat niet weg. Dat is zijn geschrift. Want kijk, we gingen nog konijn. Wij gingen de woensdag... Nee, wanneer was het? Donderdag konijn eten. Dus die dinsdag is het ook al nummer geworden. En de woensdag ook al niet meer. Dat was erwtensoep met spek. Rolletjes of zoiets. En dat was een bavarois van heitenkaas met gegrilde asperges en gerookte zalm. Op maandag zit Josse nog achter de kookpotten.
maar op dinsdag gaat hij plots achteruit. En op donderdagavond, 22 april 2021, sterft hij in het bijzijn van Katlijn en hun zoon Tom. Thuis, in het huis waar ze zoveel lief en leed gedeeld hebben. Voor Katlijn is haar man nog steeds dichtbij. Een gevoel dat ze krijgt op de dag dat ze de urnen van Josse mee naar huis mag nemen. Hij is een donderdagavond gestorven, hij is de week nadien de vrijdag gecremeerd. En als ik dat zelfs hier terug was, dat was voor mij zo onrust. Allee, dat hij terug thuis was. Dat was voor mij zo'n... hij is hier terug. En voor mij was dat, heeft dat een rust gegeven dat hij er is. Het is een gevoel van nabijheid dat ze koestert. Zoals het schriftje waarin ze dagelijks de brieven naar Josse noteert. Ik heb een blad liggen en als ik aan iets denk, dan schrijf ik dat op. En s'avonds schrijf ik daar een hele tekst over. En soms is dat maar zo lang, soms is dat heel lang. Dus het is allemaal zo'n beetje te zien. Wat ik gedaan heb in de dag, wie dat de ronde gewonnen heeft, wie dat er... Allee, ja, zo'n dingen allemaal. Praten al constant tegen hem. Oké, als ik hier ben en ik loop hier rond, praat gewoon tegen hem of dat hij midden in de zetel zit. Dus ik vertel van alles. Dus als ik aan het koken ben ook, ja, dat ik zoiets heb van... Oh, zie, nu zou jij weten wat ik daar nu nog moest bijdoen. Hè? Dus ook na het overlijden, al wat dat erbij komt kijken. En je hebt zoveel... Ja, paparazzen. En dat ik dan denk van... Oh, jij had hier een antwoord op. Had je weten hoe dat het moest? Katlijn probeert het leven weer op te pikken. Maar makkelijk is dat niet. Soms overmandt het haar... Het verdriet, de onmacht en de boosheid om het gemis. Dan denkt ze terug aan de belofte die ze Josse maakte toen ze naast elkaar in bed lagen. Zeker als je dan aan je gras bezig bent en als je grasmachine daar doet en dat het niet goed krijgt. En dan denk ik van verdomme, waarom heb je dat beloofd dat ik ga verder doen? En ja, dat ik hem dan soms verwijs van waarom heb je me dat aangedaan, waarom ben je weg? Maar naar schijnt is dat typisch in een rouwproces. Dat heb ik, is goed vloeken. En dan toch prutsen tot als je het goed krijgt. Ik heb het goed gekregen ook. En dan denk ik van, zie je dat nu wel? Het is gelukt, hè? Samen met haar zoon Tom maakt ze ook plannen. Maar alles wat ze doen, onderstreept zowel de aanwezigheid als de afwezigheid van Josse. Zo plannen ze volgend jaar een tripje naar hun geliefde Frankrijk. Het was Josse zijn wens... dat zijn assen daar zouden worden uitgestrooid. Onze zoon weet de exacte plek. En die weet ik niet, maar een Colombière. Tegen de Côte d'Azur. En dat is een plek, dat is een bergske dat ze doen met de fiets. En hij heeft dat ooit in het begin met onze zoon een paar keer gedaan. En de eerste keer dat ze dat ooit gedaan hebben, zijn ze daar niet geraakt. Maar wat ze dan niet wisten, het was eigenlijk achter de noek en ze waren er. Maar dat was een hele warme dag. En dan hebben ze op een bepaald moment gestopt... En zijn ze teruggedraaid en op die plaats wildzijd. Dat uitgestrooid wordt. Ja, hij heeft daarmee onze zoon ook alleen hele leuke momenten beleefd. Wij waren daar zo samen, zo gelukkig, zo alleen. Dus dat gaat immens moeilijk worden. Met diezelfde mengeling van nostalgie en verdriet, dankbaarheid en tegenzin, zet ze zich nu al schrap voor de feestdagen. Ik keek daar altijd heel erg naar uit, omdat ik het een heel gezellige periode vond. Kerstbomen en zo. Dus ik ga mijn moeten verplichten om dat te zetten. Maar dan denk ik, ja, ik moet dat doen. Maar ik kijk er niet naar uit. Ook, we hebben een vriendenkring van, we zijn met 5 koppels. En ja, dat is nooit meer hetzelfde. Je bent met 10 en dan zit je ineens met 9. Je mag die tafel nog zetten hoe je wilt. Er valt een stoel van tussen. Nee. Hoe ze die feestdagen concreet gaat invullen, probeert Katlijn nog wat voor zich uit te schuiven. Wellicht een kleine kring, samen met haar zoon, zijn vriendin en Rosalie. Maar waar ze ook gaat, de foto van Josse gaat altijd mee. Hij gaat mee, gewoon. Punt. Als we op restaurant gaan, kun je dat niet doen. Maar als het thuis is, dan gaan we het sowieso doen. Ja.
Hij is er altijd bij. De foto is al hoog gekrukt, maar hij zit in mijn handtas. Zijn foto staat overal, maar zijn stoel blijft leeg. Op kerstdag blijven we meestal thuis. Hè. Vroeger gingen we gaan eten, maar dat doen we al lang niet meer. En dan blijven we gewoon thuis. Hè. Dan kookt hij. Nu had ik dat moeten doen, dat is ook zoiets. Maar hoe dat nu dit jaar, allee, te klein is bij ons mijn nieuwjaar. Dus denken we dat we kerst gewoon met ons drietjes stilletjes zullen doen. Zijn zoon en zijn vriendin. Hè. Hoezeer Katlijn ook opziet tegen de donkere dagen, toch maakt ze er een punt van om door te gaan. En één lichtpuntje in het bijzonder houdt haar daarbij overeind. Het kleindochter wel weer echt. Die liefde die haar daarvan krijgt, die knuffels, die als u ziet, ja, dat houdt weer echt. Kijk nu, morgen gaat voor mij om 11:55 ga ik ze van school gaan halen. Dan kom ik ermee naar huis, dan is ze rap, rap het zeten, dan gaat ze naar het ballet, dan moet ze naar de zwemles. Dan blijft ze slapen, die armpjes om je heen, dat is gewoon, dat houdt u recht. Ja, soms heb ik dat ik 's morgens opsta en dan denk waarom doe ik het, maar dan... Ik heb voor mijn eigen een punt gemaakt, oftewel laat ik mij gaan, stop op mij alles, oftewel haak ervoor. En... Ik ga ervoor gaan. Ik denk dat ik het nou ook zo wil hebben. Als ik afscheid neem van Katlijn, voel ik bij mezelf een aarzeling. We hebben zoveel herinneringen opgehaald. Zal haar gemis niet nog tastbaarder zijn als ik haar thuis alleen laat? Maar dan denk ik aan de lach in haar stem toen ze vertelde over haar gamer. De verliefde blik toen ze het had over haar soulmate. Het gemis zal er sowieso zijn, met of zonder gezelschap. Ik vraag me af wat ze Josse vanavond zal schrijven. Je luisterde naar Mijn Verhaal, een podcast van Libelle gemaakt door het Geluidshuis. Research en interviews van deze aflevering waren in handen van Caroline Jonjot. Regie Marijke Gutens en Leen Renders. Klank en mixage Patrick Voets. Originele muziek Koen Brandt. Wil je niets van deze podcast missen? Surf dan naar libelle.be/podcast of abonneer je gratis op Mijn Verhaal via Spotify of een andere podcast-app. Heeft deze aflevering je geraakt? Laat dan zeker een recensie achter. Zo vinden anderen makkelijker hun weg naar onze podcast. Luister volgende keer naar het verhaal van Sibylla. We zijn nog met twee, hè, maar toch, er ontbreekt iets. Zij verloor haar broer in een auto-ongeval. Deze podcast kwam tot stand in samenwerking met Tela. Zo zorg je voor elkaar.